Straks, nieuwe game van maker Dead Island aangekondigd. Dear Esther komt naar de Mac. En nieuwe beelden van Max Payne 3. Maar we beginnen met de release datum van Far Cry 3. Jace, look at this place. Unbelievable. Paradise. Hey Nikki, where are we again? Island's not on the map. Let's hit it. Do some exploring. Ubisoft's lang verwachte shooter Far Cry is vanaf 6 september verkrijgbaar voor PlayStation 3, Xbox 360 en PC. De release datum werd bekendgemaakt via een nieuwe trailer van het spel. It's fucking easy, man. Just fucking pull the fucking trigger. What do you want from me, man? Let's go, man. Shoot me. Oh, friend. You're not even worth pulling. In deze beelden is te zien hoe hoofdpersoon Jason Brody, de gestoorde schurk van het spel Vaas, tegen het lijf loopt. Ontwikkelaar Team Ninja wil vrouwen en geweld voortaan realistischer presenteren in games. De studio begint daarmee in Dead or Alive 5. Deze eerdere delen in de vechtreeks staan bekend om hun seksistische ondertoon. De vrouwelijke vechters dragen weinig kleren en er ligt veel nadruk op de grootte van hun borsten. In Dead or Alive 5 moet dit veranderen, vinden de makers. Ze willen voortaan games maken die volwassenen aan het denken zetten. De makers van zombie-game Dead Island, Techland, komen deze lente met Mad Riders. Net als hun eerdere racer Nailed, is ook dit een off-road race-spel. De game verschijnt voor PC, Xbox Live Arcade en PlayStation Network. Mad Riders wordt een spiritueel vervolg op Nailed. En dus draait de game om het racen en stunten met buggies en ATV's door natuurgebieden. De game krijgt een multiplayer voor maximaal 12 mensen en bevat zo'n 45 verschillende parcoursen. Ook kunnen spelers hun voertuigen aanpassen. Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up and it beached remotely here. De indie game Dear Esther krijgt een Mac-versie. Wanneer is nog niet bekend. Het spel is momenteel wel al via Steam te downloaden voor de PC. Dear Esther draait om een mysterieus, onbewoond eiland. Door delen van dit eiland te verkennen, vind je fragmenten van brieven die verwijzen naar een vrouw genaamd Esther. Hoe meer je er daarvan ontdekt, hoe meer je leert over het verhaal dat schuilgaat achter de game. Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. De artistieke game Journey verschijnt op 14 maart voor PlayStation Network. Het spel duurt zo'n 3 tot 5 uur en laat je een woestijnlandschap verkennen. Een echt doel in de game is er niet. Het gaat er vooral om dat spelers onderweg vanzelf tegen nieuwe dingen aanlopen. Ook de multiplayer is op dit principe gebouwd. Je kunt wel andere spelers tegenkomen, maar dat gebeurt volledig willekeurig. Je kunt daarom niet direct met ze communiceren. Fabiana Bronco, where is she? En we sluiten dit gamejournaal af met nieuwe beelden van Max Payne 3. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Our family is being torn apart. God damn it! It was time to bring this little hellhole to the ground. We're in the jungle now. I told you the city was dangerous.